Welkom bij het programma Gewest Friesland. Wij zijn er alle weekend met een programma wat reportages Sjelle het oer en uit Friesland. Meestal maken het Johan van der Zee in zijn wijzen bij het programma Van Gewest tot Gewest. Wat wist je dan? Journalist of programmamaker? Nou, ik ga mezelf altijd programmamaker. Oh, programmamaker, ook. Programmamaker, maar echt journalist. Ik bedoel, ja, de heerst dus een eigen redactie eigenlijk, thuis. Ja. En daar zocht ze de dingen uit. Ja. En, journalist vond ik altijd een eer. Aan de andere kant, de meeste programma's die ze maken, dat wel als journalistiek maken. Ja, première, ja. Ik hoor altijd dit om de talen en dialecten die wij hier in Friesland hebben. En we zullen het nou even gaan net over het beeld. Dat zit ook momenteel nogal in het midden van de belangstelling. Maar in de 80er jaren, Johan de Santen, gaan we het nou over. Hier het vaker over het stellingwaars. Wij zitten hier in het gebied de Schapendobbe. Dat is een heel oud plakking, een stuk naar dat water in staat dat er nog nooit weg was. Had. En daar waren vroeger altijd de schapen mee wassen. Het is een plas dat vroeger die Drentse schapen, die we hier dan ook wel hadden in die schuren die hier in Lange Diek en in Elzo stonden, hier in wassen. Maar dat is een lang verleden tijd. Daarna hebben wij hier als kinderen heel veel omgezwommen. En tegenwoordig doen de kinderen dat nog. Nou, zijn we in Friesland en ja. U praat Drents. Nou, dat moet je niet zeggen. Drents is het niet. Maar het heeft er een heleboel van. Het is beslist, zoals ik hier praat, dat is stellingwaars. En dat houden we nogal wat hoger. Want we liggen hier tussen, ik zeg dan Friesland, maar het is... wij zijn ook in Friesland, maar de Friezen. En daar liggen we net tussenin, tussen de Drenten en de Friezen. Dus wij hebben... echt stelling was, en dat had wel wat met Drents gemeen, maar je moet niet vergelijken met Drents, want wij zijn echt hier de stelling waren. Het stellingwers, dat is een streektaal die ligt tussen het Fries en tussen het aangrenzende Drents en Overijssels. Als je nou op deze kaart ziet, dan zie je dat gedeelten van Drenthe en Overijssel ook nog meegaan in dat stellingwers. Maar het is meer verwant aan de Drentse en misschien ook Groningse taal dan aan het Fries. Ja, dat is een ding dat zeker is. Neem bijvoorbeeld een woord als kerk. Dat is bij ons karken, sommige plaatsen zelfs karken. Terwijl dat in het Fries tjerken oplevert. En aangrenzend Drents heeft ook alweer karken. En dat soort woorden. Een woord als schaap, dat is dan bij ons skaap. En in aangrenzende Drenthe ook skaap. Terwijl dat in het Fries skiep oplevert. Schoolplak. Deze kamer is ons schoolplak, want hier zegt de wereld niet dat we van elkaar holden, zonder schaamte, zonder spiet. Dit is onze kleine wereld, ons geluk en onze tijd. Ik ben ik en ik ben je, op een vlocht voor eenzaamheid. Maar te lange kun je nooit blijven, want de meesten ben niet blind en de muren hebben oren. Woorden wijden met de wind. Daarom moet je alleen weer verder en weer om naar de stad, die je opslokt in het duster en je tranen dreugen laat. En als je echt niet weder kunt in die wereld van verzoen, denk dan maar aan Ankem Wege, als we alles overdoen. Johan Veenstra, een gedicht in het stellingwers. Waarom schreef je stellingwers? Eigenlijk omdat dat mijn moedertaal is. En ja, in je moedertaal denk je, voel je. Je gedachtenwereld die speelt zich af in die taal. En ik denk dat je je in die taal dan ook het beste kunt uitdrukken. Die moet je wel laten, jongen. Ja, het leek je wel wat. Ik weet niet uit wat we doen. Voor de beurs waar? De beurs? Ja, je weet niet hoeveel af deze zit. Ja, moet maar al wachten. Zomaar? Ja, maar.
Niks vergeten? Dat geloof ik niet. Nou, weet waar nou, was even weer. Anders komt het weer. Ja. Spreek je nu zo omdat beentjes zijn of spreek je altijd zo? Hoe doe ik? Stel ik me even. Ja, nou, ja. Zo. Altijd. Alleen nog net als ik vreemden in de winkel kreeg, dan begin ik zo in het Hollands. Zo. Als u naar binnen komt en ik ken u niet, dan begin ik al in het Hollands. Maar dat kan ik niet hoor. Dat is fout, hè? Ja, dat is fout, de boel. Ja. Maar normaal onderling spreek je toch? Ja, altijd. Ja, dat is dan bestellen wij. Ja. Ik ken ook niet anders. Nee. Ja, bij die kopenavondschap. Ja, allemaal stellen wel. Ja. Hier helemaal geboren en getoond. Maar nou ja, niet anders kennen. Dat is het weer natuurlijk. Maar, en als u dan wat anders kent? Wat dat is Nederlands dan gewoon. Tenminste, nou ja, wat je dan Nederlands noemt. Ze kunnen het meestal wel horen. Nee, de mensen die uit het noorden komen, die... Nederlands en geen Fries dan? Nee. Fries? Nee. Ik ben getrouwd met een Fries. Ik leer het nooit. Helemaal nooit ook. Als ik bij die familie kom, hè, dan ga ik achteraf zitten. En dan op de rest. En dan lachen ze allemaal. Dan zeggen ze, ja, nou moet je mij ook wel even vertellen. Ik kan het niet volgen. Nou, in, zo van de een naar de ander wel. Ja, hè? Maar in een groep, dan ben ik helemaal footsie. Dan lukt het niet. Maar Nederlands is dan makkelijker? Ja, veel makkelijker. U leert het niet omdat u het niet wilt? Of omdat ik vind het een malle taal. Dus mijn taal niet. Als ik denk dat ze me niet goed staan, dan doe ik het in Hollands. Ik heb liever dat je Engelsman hebt in de winkel. Mijn Engelse kan ik beter omgaan dan mijn Fries. Oh. Dat is precies hetzelfde. Komen ze voor de koeling. Dag mijn man, nou snijwjaast. Snijwjaast. Nou, dat klinkt dan toch wel. Zo neer, hè. Niet om die... Wij zeggen gewoon snijworst. Ja. Snijwjaast. Snijwjaast moet dat. A, moet de taal zo gaaf mogelijk bewaard worden? Kun je zeggen, nou, dan moet het goed genoteerd worden. Daar werken onder andere een groep woordenboekgroepen aan, mensen die dus de taal vastleggen. Maar dat verlevendigen, namelijk om het dezelfde plaats te geven in de stellingwerf als het Nederlands, moet een heleboel dingen gebeuren. Dan kun je bijvoorbeeld noemen onze uitgeverij. Wij geven vrij regelmatig boeken uit. Dat ontwikkelt zich heel plezierig. Want in het bestuur wordt op het ogenblik gesproken over een stuk of 10 nieuwe uitgaven wel. Of dat allemaal verwezenlijk kan worden, dat is dan de vraag. Want geld speelt natuurlijk ook een rol in deze. Dat gebeurt voornamelijk door een collega van mij. De Stellingwerven Schrijversronte heeft een kantoor in Oosterwolde. Daar werken drie mensen, onder andere aan het uitgeven van het tijdschrift De Avond, aan het samenstellen van het Stellingwerven Woordenboek en aan het tot stand komen van lesmateriaal voor het onderwijs aan de lagere school. Daar mag, in het kader van de onderwijswet, enige kennis van de streektaal onderwezen worden. Wie van jullie kent er nog een woord in waar we die SCH uitspreken als een SK? Karin. Skel? Ja, skelden. En wat nog meer? Schoelen? Ja, schoelen. Mooi, dan gaan we nu verder met lezen. Henriette, Imaris. De hele familie maakte de reizen met. Op de geit leerden ze niet eens. Ze sleutten meestentijds bij de boeren. De baas waren door de kinderen van het stammengien klapt. De stellingwerven maken deel uit van Friesland. In 1980 wordt het Fries verplicht op de lagere scholen in Friesland. Is dat hier ook zo? Volgens de wet wel. En daar moet een algemene maatregel van bestuur komen waarin allerlei ontheffingen worden geregeld voor gebieden in Friesland en voor bepaalde situaties. En nu is er nog steeds geen duidelijkheid over. En daar hebben we dus al een paar keer op gehamerd van laat nu eens zien wat nou die gronden zijn. Dan kunnen we in ieder geval, hopen wij dan, bevestigd zien dat de historische taalgrenzen gerespecteerd worden in deze. Maar we hebben daar een hard hoofd in. Want naar onze indruk zijn er nogal wat mensen in onderwijskringen in Leeuwarden die vinden dat ook het Fries hier verplicht moet worden. Nou, dat hebben we heel duidelijk gezegd, dat accepteren wij nooit. Ja. Ik snuffel en ik snoeven, ik ben een stoere moes. Ik hoor er niet van katten, ik ben niet voor de poes. Piep moes, ik ben mijn kameraad. Piep moes, ik ben mijn beste maat. De schatten bij mijn buren, die smoken ver om buurt. Dan denk ik...
oproepen van een vrije republiek Stellingwerven, dat zijn ook grapjes, hè? Dat zijn zeker grapjes. Het zijn wel aardige grapjes af en toe, maar het is natuurlijk wel aardig om met die dingen te spelen. Maar we moeten proberen, dacht ik, de zaken zo zuiver mogelijk te houden. Niet al te veel taal en grond en ras en dat soort dingen proberen bij elkaar te zetten. Dat is in het verleden te vaak gebeurd. Al frust het na zo nou en dan nog, al in de wind ook nog wat skraal. Toch kun je het voorjaar alweer merken en het krijgt weer leven allemaal. De neuteboom zit stief vol katties, de soegepap komt al in blad. De vleerdeburk en de sepiepen vereerden alle geer al wat. Goh, wat waren dat in die reportage goed situeren, dat Stellingwerf tussen Friesland en Drenthe in. Het is niet Drents, het is net Fries. Nee, dat zit ik in het volkslied. Hè? We zijn geen echte Drenten en ook geen Friesen meer. Ik had dus jaren in de Stellingwerf wennen daarna. Maar een van de dingen wie je dat die vrouw in de winkel in Elslo, die broek de droge jas. Dat vonden ze zo verschrikkelijk. Dat is haar Oegrieselijk weer aangenomen. Ja. Dat vonden ze de mensen van de schrijversronde en zo. Die vonden dat heel spietig dat ze dat dier, want dat misledigt het Fries. En dat wonen ze dan ook weer net. Nee, nou ben je maar een beetje in de waarde niet over de jasten nou, hè? Nee, maar die vrouw vond dat dus een verschrikkelijk woord. Ja, nou, dat kan ik niet voor. Ja, nee, dus. Ja. Ja, Stellingwerf had zijn gerak kriegen, kan je eigenlijk zeggen? Nou, hij in elk geval hè, doet het Fries, de vederlichte verplichting van het Fries op Squallen. Toen had de Stellingwerf had toch vooral ook wel kriegen, de Stellingwerven vooral ook wel kriegen, dat het net op de Squallen der hoede. En dat is nou heemkunde, dat is der krijgen. Dus dat had ze wel vooral ook wel kriegen. En die schrijvers rond dat goede ding. Ja, alleen het. Henk Bloemhoff is hier nog de echte strijder, die had ze net meer. Nee, nou, de Bloemhoffen die spelen nog altijd een rol. Ja. Maar nee, dat is er net meer, dat denk ik net. En zit ik net bij de Stellingwerven, want ik ga in mijn carrière als verslagjouwer heel vaak vragen zien in je uit het team van SEO of werk waar je van praat, maar gewoon Stellingwerf, want ik versteer die wel, zeg maar zitten, maar ja, dat dient er dan net. Nee, dat doet ze net. Dat doet ze net. Nee. Goed. We gaan de cultuur in en we gaan naar de Lawaai in Drachten, jongetje 86, dan is het jongetje 84 weer de verbouwing van de Lawaai. Ik denk dat dat al de tweede verbouwing weer van ja, 61 keer dat oprichtte. Nou goed, maar in elk geval in 86 weer dat begin januari en het weer krekkleer, maar dat wil je wel vertellen. En welkom in de Lawaai en dat zeg ik niet alleen namens mezelf, maar ook namens alle medewerkenden van de Lawaai en ik hoop dat u met even veel plezier naar ons zult kijken als ik nu naar u sta te kijken. Want u wilt het niet geloven, maar het is een schitterend gezicht. Want het is een prachtige zaal en zo vol gevuld met al die kleurige mensen. Het is gewoon prachtig. Maar ja, u zult het met ons moeten doen, ik doe het met u. Het is elke avond een vreugde om hier de doek te stappen. En het is kantje boord, maar dat hebt u al begrepen, dat het hier op tijd klaar was. Het is eigenlijk ook nog niet klaar. U zult nog toiletten tegenkomen waarvan de kraan nog niet goed wil draaien. En u zult nog hier en daar stukken vloerbedekking zien ontbreken. We zitten nu in een complex waar ik niet alleen blij mee ben, maar waar op ik ook beren trots ben. Om de doodeenvoudige reden dat ik in Nederland geen theater zou weten, een theatercomplex zou weten, wat twee zalen heeft, compleet uitgerust met toneeltorens. Dus met een compleet toneelhuis. Het ene wat groter dan de andere, maar de ene zaal is ook groter dan de andere. We hebben dus op dit moment drie zalen tot onze beschikking waarin gespeeld kan worden. Er is een zaal die we gebruiken voor Café Chantant toestanden. Dat is een gewone vlakke zaal waar een 200 mensen in kunnen. En waar je ook theater een ronde kunt spelen. De kleine zaal, dat is een zaal voor 500 mensen met een complete outfit. Maar met een toneelhuis wat niet al te groot is, een meter of 10 diep. En een grote schouwburgzaal waar 850 mensen in gaan en een
zeer compleet ingericht toneelhuis. Er is iets geks met de lawei. Drachten is een plaats waar nog geen 50.000 mensen wonen. Toch staat daar nu een schouwburg waar de meeste grote steden jaloers op zijn. Hoe kan dat? Het is niet een kwestie geweest van een groot gebouw neerzetten met een hoop personeel en dan maar kijken wie erin komt. Maar we zijn in de loop van de jaren, hebben we de ene uitbreiding naar de andere gekend. We zijn in 1960 begonnen. En toen was de zaak te klein, dus kwam er een uitbreiding. Was weer te klein, kwam weer een uitbreiding. Zo volgde de ene uitbreiding naar de andere. Ik denk dat het daarvan komt dat het hier nou zo'n mooi complex geworden is. Maar het ligt natuurlijk niet alleen aan het gebouw. Nou, het ligt er natuurlijk dat hier een hele actieve bevolking zit. Het zit er natuurlijk ook aan een gemeentebestuur die geen zetel hoog ging en dacht van jongens met elkaar de schouder eronder. Dat zijn allemaal factoren die meetellen. Hè? Wanneer je geen overheden hebt die achter je staan, dan maak je niet zoveel klaar. U bent zelf een tijd bakker geweest, hè? Banketbakker. Ja. Want daar is een groot verschil natuurlijk. Hè? Ik was vroeger altijd bakkers en heren banketbakkers. Dus ik was een heren banketbakker. Maar daar was het ook belangrijk dat je de boel goed samenstelt. Ik denk dat het programma van zo'n schouwburg toch ook een rol speelt. Nou, wanneer je die vergelijking nou wil trekken, dat is inderdaad dat een echte banketbakker, dat is een inventief man. Die makkelijk kan improviseren. En ik geloof dat wanneer je in zo'n bedrijf werkt, dat dat ook noodzakelijk is dat je... Nou, makkelijk kunt switchen, kunt improviseren. Het is ook zo, ik denk ook dat de band met het publiek hier goed is, omdat ik probeer altijd het publiek objectief voor te lichten. Hè. Wanneer ik voorstellingen heb die, waarvan ik zelf denk van nou, dan is iedere nacht vrij om te gaan kijken. Maar ik zeg dan niet van jongens, wat is dit prachtig, terwijl ik in mijn hart denk van dit kan eigenlijk niet. Dan maak ik van mijn hart geen moordkuil en dan zeg ik van zo denk ik erover. Maar je mag het best proberen, maar het hoeft voor mij niet. Dit grote toneel, Oene, dat is het. Jou hebben nou veel meer mogelijkheden. Jou kennen nou veel meer. Ja, dat is een feit waar. Jou kennen nou veel meer. Wat een vreugde om te spelen. Voor de eerste keer in deze nieuwe zaal. Laat ons dansen, laat ons zingen. Het is een groot feest voor ons allemaal. Wij gaan nu, al zijn we nog niet moe, een ogenblikje naar de koffie toe. Want het is nu bijna pauze voor ons en u en allemaal. U weet allang, we zijn hier niet alleen. Een stel acteurs en leuke kinderen om ons heen. Ook zij, dat is duidelijk, is zonneklaar. Zingen luidkeels alle met elkaar. Wat een fijn begin van het nieuwe jaar. Wat een vreugde om te spelen. Voor de eerste keer in deze nieuwe zaal. Laat ons dansen, laat ons zingen. Het is een groot feest voor ons. Wij gaan nu, al zijn we nog niet moe, een ogenblikje naar de koffie toe. Want het is nu bijna pauze voor ons en u en allemaal. De foyer is nieuw en groot genoeg voor de 850 mensen uit de grote zaal. En die grote zaal is nogal eens vol. Deze maand is hij 19 keer uitverkocht voor Dag Ouwe, Dag Jonge. Een nieuwjaarsprogramma geschreven en geregisseerd door directeur Roel Oostra. Vijftien jaar Dag Ouwe, Dag Jonge. En de mensen die blijven maar toestromen. Hoe komt dat? Ja, dat doen wij, hè? Gegroeid. Het is gegroeid, want in het begin was het een cabaretje. En ook leuk, maar ja, het is nu uitgegroeid tot een show. En daardoor... Ja, is het publiek steeds toegenomen.
Nou, en mond-op-mond reclame, hè, denk ik. Het is niet alleen de show die het doet. Het zijn alles. Vroeger 4 keer en nou zo'n 18, 19 keer. Ja, we weten soms zelf niet waardoor. Het is een stukje traditie die zo aanspreekt, zo ontstellend aanspreekt. En dat gaat van mond tot mond, tot ver buiten Drachten. We verkopen soms in 1 dag een straat in Oosterwolde, in Donkerbroek. Een hele straat. Bussenvol komen er dan. Ja. Waar het er precies aan ligt, weten wij zelf niet. Wij stralen zo'n charme uit. Het is in de lawei altijd. In de lawei is het altijd druk. Hoe? De lawei is toch een trekkend theater? Ja. Wel, nou ja, we hebben natuurlijk een directeur. Dat is fantastisch. Ja. Als je de gezelschappen buiten Drachten, uit het Westen die hier komen, vragen, nou hoe is Drachten? Zo. En dat is er wel een groot gedeelte door Ooster, hoor. Dag ouwe is een beetje aan de orde, hè? Want u gaat straks weg. Ja hoor. Wanneer ik briefjes rondstuur, wat ik zo nu, die onderteken ik ook niet met Roel Ooster, maar gewoon met de hele ouwe. Dat zet ik er altijd onder. Maar dus hoe voelt dat aan? Ontzettend lang in die schouwburg bezig geweest. Nu helemaal prachtig uitgebouwd. En dan komt het pensioen. Ja, kijk, that's life. Hè? Daar hoeven we niet dramatisch over te doen. Ik geloof dat je blij mag zijn dat je gezond en wel zonder Maas voor je 65 wordt in dit leven. En het is een prachtige afsluiting. Maar wanneer ik nu 5 jaar jonger was, dan geloof ik niet dat ik met de fut zou gaan en zo. Dan zou ik bijzonder graag die 5 jaar nog vol maken. Want vooral omdat nu alles mogelijk is hier. Dat had ik eigenlijk nog wel een beetje mee willen maken. Maar ja, ik zal het nu passief in de zaal doen, want ik woon vlak achter de Schouwburg en ik hoop nog wel eens er gewoon in te zitten. Toch spijt. Misschien mag ik weer komen. Maar toch spijt. Ja, wat heet spijt? Ik bedoel, ik ben realist genoeg om gewoon te zeggen van, nou, het is schitterend mooi geweest. Ik heb alle kansen hier gehad. Ik heb hier een prachtig leven gehad deze 25 jaar in de Schouwburg. En ja, mens moet een keer tevreden zijn. En ik ben dus een tevreden mens. Roel Ooster, de grutte man, Van de lawei. Ja. Ja, wie je doet al 25 jaar zit hij daar en die houden er ik mee op. Hè. Dat is in de futkamer. Nou, hij leeft nog altijd en ik kan er al heel soort over vertellen. Want hij had de lawei maken, kan je zeggen. Ja. Vist ik, hè? Dat is, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Nou ja, en Sjoerd Akkeraats, mijn Henk Hoffing, dag ouwe, dag jongen. We hebben ook al eens een keer een aparte reportage gemaakt. Ja. En Femi Andringa maakte met de turnsters een heel soort van altijd. Ja. Dat wie een bepaalde sfeer in Dracht. Nee, koest ik nergens oors krijgen. Maar nee, dat wie de lawei. Ja, dat wie de lawei, ja. Heel mooi. Jongetje, 86, tullen wij. Nog wel 2 keer de nij verbouwd, maar de eerste reportage met ze kennen we in eigenlijk hetzelfde. Ik ga ze al hier maken. Daar is ik al hier de volgende, nou ja, deze lijst dus net, want toen werk ik niet meer. Daar heb je een heel soort automatie best, maar het lawei is. Is het culturele centrum van Drachten en omjouwing. En het grote achterlaan had ervoor zorgen dat er een soort meisje komen en naar zeggen. Zat een heel soort meisje, en ik zorg, hoop ik, naar het programma Gewest Friesland, had wij het houden. Reportages in van gewest tot gewest tussen het jongetje 65 en 2002. Want dan, na een week hebben ze weer.